Oké, goedemorgen, goedwoch. Jullie allemaal van harte welkom. Het onderwerp van vandaag, net als de laatste weken, gaat steeds over onszelf. Over hoe we eigenlijk in elkaar zitten. En het onderwerp van vandaag heeft enorm veel te maken met bepaalde emoties die we allemaal hebben. Waar we allemaal soms mee worstelen. Waar we allemaal bepaalde oplossingen voor zoeken of uitwegen voor vinden. Dus de ene keer wat gelukkiger dan de andere keer. Misschien dat we ons heel erg herkennen in de inzichten van de, met name de mondelinge Torah, onze geleerden in dit opzicht. Het is naar aanleiding van de Sidra van gisteren Korach. En eigenlijk wil ik in 1 minuut, misschien nog minder dan 1 minuut, heel kort schetsen de geschiedenis daarvan. Maar we zullen daarna op een manier ingaan waarvan ik toch God heb om durf te beweren dat waarschijnlijk bijna niemand van jullie, misschien wel niemand, ooit op deze manier naar die zaak heeft gekeken. En daarna zal ik onthullen welke uiterst koosere bronnen dat wel hebben gedaan. Korach wordt genoemd eigenlijk een opstandeling. Hij eiste voor hem en voor zijn naaste familie, eiste hij de positie van Aaron Hakohen, de hoge priester. Hij beschuldigde Moshe van nepotisme. Hij beschuldigde Moshe van dat hij allemaal een onterechte en via persoonlijke belangen allemaal posities had verdeeld naar mensen die in de ogen van Korach niet zo goed waren als Korach zelf. En hij streefde naar, hij wilde zelf eigenlijk de leiding ook nemen van het geheel. Dat is heel kort. Toen heeft Moshe, werd boos, al iets heel ongekend voor hem. En hij, uiteindelijk weten we, Kodesh Baruch Hu heeft de grond geopend. En Korach met zijn huis, is met zijn huishouden, maar ook al zijn spullen, is daarin verdwenen. Daarnaast zijn er ook nog een behoorlijk aantal van zijn aanhangers verbrand. En een aantal zijn gestorven via de reukoffers die werden gebracht. Het was een hele opvallende opstand, maar een nog opvallende verloop en afloop. Waarom? Daar kom ik dan zo op. Want er zijn een paar hele indringende vragen die we ons moeten stellen. Ten eerste, Moshe Rabbeinu, weten we allemaal, de Torah vermeldt het, de schriftelijke Torah vermeldt het, ook in de mondelijke Torah met veel details. Hij heeft een aantal keren te maken gehad met allemaal hele vervelende situaties van Joden. Delen van het Joodse volk die volledig van de weg af waren. In zoverre ze deden dingen die compleet in strijd waren met de eigen Torah. En ook dingen die in opstand tegen hem kwamen. Delen van het Joodse volk die hun onvrede en hun frustraties door en door naar hem uiten. En keer op keer, met natuurlijk een van de ergste dingen, het gouden kalf. En wat was de reactie van Moshe? Elke keer weer. Namelijk dat hij Kodesh Baruch Hu vroeg om het ze te vergeven. En hij vergaf het ze. En om alsjeblieft niet boos te zijn. En sterker nog, hij heeft op een gegeven moment tegen Kodesh Baruch Hu gezegd: luister, vernietig het volk toch niet. Dat wil naar Kodesh Baruch Hu. Maar laat het leven en veeg mij uit u. Schrap mij uit uw boek. En zover ging dat. Dus Moshe, die was buitengewoon, kwam die altijd op voor het volk. Hij had altijd oog voor, ook voor als ze dingen deden die echt niet goed waren, dan was hij hun advocaat. Ook als het tegen Moshe zelf was gericht. Dat is ongelooflijk, deze persoonlijkheid. Hij wordt dan ook genoemd, niet voor niks, de meest nederige van alle Jiddische die we ooit hebben gekend en die we ooit zullen kennen. Goed. Nou komt deze opstand met Korach. En deze opstand met Korach betrof relatief helemaal niet zo ontzettend veel mensen. Maar het was een opstand die Korach zei ook te voeren, eigenlijk uit naam van de Kodesh Baruch Hu. Ja, kijk, wil je een beetje geslaagd zijn met een opstand, moet je natuurlijk altijd de Kodesh Baruch Hu of God voor je karretje weten te spannen, nietwaar? Dus
Korach die kwam dus in opstand. En in plaats van dat Moshe, zoals we gewend van hem waren, heel vergevensgezind zou zijn en een goed woordje zou doen voor hen en zou pleiten voor hun welstand en op allerlei manieren duidelijk zou willen maken van dat ze er misschien ook wel niet alles aan konden doen, want zo was hij nu eenmaal. Wat gebeurt er? Moshe wordt boos. Dat is al iets ongekends. Hij wordt boos. Maar niet alleen dat. Hij pleit ervoor bij Akkoris Boergu niet alleen om de opstandelingen te vernietigen, ongekend voor hem, maar ook de manier waarop de grond te openen. Het is ongekend dat hij zelfs voor gepleit heeft welke straf zij zouden moeten ondergaan. Nou, dat is dus de eerste vraag. Waarom werd Moshe boos? En waarom heeft hij in plaats van te gevraagd om het te vergeven, heeft hij zelfs ervoor gepleit dat ze inderdaad door de aarde zouden worden opgeslokt. En ik zou zeggen, de oplettende Torah-lezer, die weet natuurlijk wel dat dat ook in de praktijk is gebeurd. Dat is de eerste vraag, eigenlijk de kernvraag van deze shiur, die ik graag met jullie zou willen delen. Maar het heeft een buitengewoon verrassende benadering. De bronnen hiervoor zal ik dan maar eerst even noemen. Misschien dat het enkele de bronnen ook bij je thuis liever liggen. Kan nakijken. De Benei Yissachar of Tzvi Elimelech van Dinov. En in de part in het stuk gaat over Korach. Wat gaat over Korach. Dit is een van de bronnen. Een andere bron is de Sari Kedush van de Arizal. En dan ook nog een ongelofelijke benadering van de Meor Enoyim, de Ostepolle Rebbe, Rav Shimshon Ostepolle. Dit zijn de drie belangrijkste bronnen voor deze shiur voor vandaag. Om iets van Korach te begrijpen, moeten we helemaal teruggaan, schrik niet, naar het geschiedenis van Kayin en Hevel. Dus Adam en Eva hadden we. Die waren uit het paradijs gezet. En ze hadden twee zoons, Kain en Hevel. Iedereen kent de geschiedenis. Kain bracht een offer, werd niet geaccepteerd. Daarna bracht Hevel een offer, werd wel geaccepteerd. En Hevel Kain gedood. Er is natuurlijk veel meer aan de hand dan dat. Er zijn twee soorten mensen. Twee soorten mensen zijn er, grof gezegd. En simpel gezegd. Gevers en nemers. Gevers zijn mensen die altijd willen bijdragen aan deze wereld, bijdragen aan anderen, bijdragen aan wat de Kodesh Borgo wil. Nemers zijn mensen die alleen maar tot zich willen nemen en een soort beeld van zichzelf hebben, wat steeds maar weer moet worden gevoed en gevoed en gevoed. Dat is gevers en nemers. Korach was een nemer. De sidraag van Korach begint met Wajikach Korach. En Korach nam. Maar staat niet bij wat hij nam. Hij heeft verschillende verklaringen daarvoor. Maar het is duidelijk dat hij was dus een nemer. En waar had hij dat vandaan? Hij was een reïncarnatie, een Gilgul, een reïncarnatie van Kayin. Kayin, het woord Kayin, is van Kone Kinyan, verwerven. Kayin was ook een nemer. En Kayin wordt ook genoemd een iemand die verbonden was met haar Adama. Ademoha, Adama, de aarde. Kayin die was volledig geworteld en gebonden aan de aarde. En de Midrash vertelt ons ook dat Kayin beschouwde zich als alleenheerser over de wereld. En wilde dat alles in de hele wereld en de hele aarde van hem zou behoren. Want hij was betrokken degene van de aarde. Hij verbouwde de aarde. Hij was erop actief, hij bracht ook de vlas van de aarde als offer, wat er niet werd geaccepteerd. Hevel was een herder. Die had geen aarde, maar die beheerde niet het onroerend goed, maar het roerend goed. En in dit geval waren dat natuurlijk de kuddes, de schapen, de dieren die hij... Maar om die te kunnen weiden, had hij nodig de aarde. En Kayin ontzegde hem dat. Kayin wilde niet dat Hevel de aarde gebruikte.
Want hij zei, de aarde is helemaal van mij. Dus wat doe je eigenlijk? Eigenlijk wilde Kain helemaal niet dat Hevel daar was. Daar kwam ook nog bij dat Kain was, Kain was getrouwd. En hij zag dat Hevel had twee vrouwen. En hij was jaloers daarop. In zoverre, hij begeerde de ene vrouw van Hevel. En die wilde hij ook. Een bekende midrash in Bereish Yisrael. Dus hij wilde ook die ene vrouw van Hevel. Nou is het zo dat Kain en Hevel, er is natuurlijk heel veel te zeggen, heel veel gezegd over waarover hun conflict nou ging. Maar eigenlijk is dat heel kort samen te vatten in een Mishnah, in de Pirkei Avot. Er is een bekende Mishnah dat er zijn drie zaken die in ons, in elke persoonlijkheid zitten. Met alle respect voor iedereen, maar ieder van ons heeft ook die drie aspecten in onze persoonlijkheid die ons van de wereld kunnen afdrijven. En dat is kina, tawa en kavot. Kina, jaloezie, afgunst. Tawa is een lust, een hart, niet lustig, een hartstocht, begeerte, tawa. En kavot is eer. Maar kavot is vooral eigenlijk eer voor jezelf of voor wat jij, voor jezelf of een verlengstuk van jezelf. Dus je eigen eer. Dus nogmaals, jaloezie, begeerte en een eerzucht, dat zijn de drie die een mens van de wereld doen verwijderen. Wordt de vraag gesteld, waarom staat er niet gewoon die de mens doden? Of wat dan ook. Omdat de mens hoeft er niet voor te gedood. Hij wordt door deze drie dingen uit zijn wereld gestoten. Als je jaloers bent, heel jaloers, dan word je vanzelf uit de gemeente waar je zit verbannen of weggehaald. Net als met als je te veel hebt lijden door je hebzucht, door je begeertes. En hetzelfde is natuurlijk met iemand die te veel komt voor zichzelf, altijd opeist, alleen maar eerzuchtig is, die past ook niet meer in de gemeenschap. Waar komt dit nou vandaan? Dit komt vandaan van Kain. Kain had alle drie. Kain had kina, hij was jaloers. Op het offer dat van Hevel werd geaccepteerd en van hemzelf niet. Dan had hij begeerte. Hij had begeerte naar de vrouw van Hevel die hij niet mocht begeerten. Toen de zeven Noachidische geboden, die op dat punt zijn ze al heel even streng als het ingeboden. Je mag niet de vrouw van de naaste begeren. En de derde, de kavotte eer. Alle eer die je nastreeft, die niet voor Akkordis Borgen is, niet voor God, is een vorm van overtuigerij, eerzucht, die niet in overeenstemming is met wat Akkordis Borgen van ons wil en die ons ook van de wereld toe verdwijnt. We weten allemaal maar al te goed dat in heel veel gemeenschappen als iemand te veel streeft naar allerlei soorten eer en toestanden, vroeg of laat wordt hij eruit gestoten of speelt hij geen rol meer. Dit was dan ook de reden dat Kain, gedreven door al de deze drie dingen, dat Kodesh Borgo niet is gedood, maar is verbannen. Hij moest voortaan zwerven over de hele wereld. En hij had geen plek om te settelen, om tot rust te komen. Hij zwierf voortaan. Hij als een banneling die dus voortdurend uitgesloten was. Nou staat er aan het einde van de Parsha Bereishit, er staat er heel interessant over Kain iets. Een opmerking die er staat namelijk dat Kain zal worden gewroken. En het woord daarvoor is Yakum. Yud Kuf Mem. Zal worden gewroken. Betekent dus dat Kain was niet alleen een persoon. Hij was een concept. Kain was een mentaliteit. Kain kan je zien als een bepaalde verzameling normen en waarden die wij eigenlijk met onszelf mee moeten afrekenen, die wij op een manier moeten controleren en ten goede buigen, dat wij niet op hetzelfde pad, heilloze pad als Kain terechtkomen. Dat is in feite dat Yakum, want Yakum betekent wel wraak, maar betekent ook van kom, sta op. Het is het rechtzetten, letterlijk rechtzetten. Wraak om een soort wraakgevoelens te bevredigen is niet iets Joods. Wraak om dingen recht te zetten, ja.
Een rechtszaak is een soort van wraken. Het woord wraken kan een hele positieve betekenis hebben. We vinden het ook in Tehillim. Keil nekamot. Hashem, weet je, Kodesh Boer is de god van de wraken, wordt dan wel eens genoemd, maar niet wraak. Want heeft hij behoefte aan wraak? Nee, hij is niet zo'n gefrustreerde persoon als sommigen van ons zijn die wraak willen nemen op iemand die hem kwaad doet. Nee, wraak van de zaken rechtzetten. Dat is een beroemd woord ooit, wat heel vaak is gebruikt, is na de Shoah, de beste wraak die wij Joden kunnen nemen is, wat is de beste wraak? Niet met geweld waar we Duitsers ombrengen. Nee, de beste vraag is wat zij wilden vernietigen, opbouwen. Zij wilden Jodendom vernietigen, zij wilden de Torah vernietigen. Elke opbouw, elke bouwsteen naar een Joods leven, dat is de beste en de mooiste vraag die er is. Nu gaan we terug dus naar Kayin. Kayin, wat hij heeft misdaan, dat zal worden gewroken, rechtgezet betekent dus, dat wordt rechtgezet. En het is heel interessant dat de letters van het woord Jakum wordt rechtgezet. De Jud, de Kuf en de Mem zijn de eerste letters van drie personen die in de Torah voorkomen, die dat hebben rechtgezet, wat hij heeft verkeerd gedaan op basis van de waarden die de Mishnah, die we net hebben gezien, Kinne, Tawe en Kavod, vermeld. Namelijk, de Jud is van Jitro. Jitro of Jitro. Jitro, de schoonvader van Moshe. Jitro, van hem wordt geleerd dat hij alle afgoden heeft gediend die maar iemand kon dienen. Met andere woorden, het begrip kavot, eer, zucht, heeft hij op de meest verschrikkelijke manier toegepast in zijn leven. Op alle verkeerde manieren die je maar kan toepassen. Totdat hij, mede onder invloed van Moshe Rabbeinu, maar vooral Matan Torah, tot de Shuwa is gekomen, tot Inker is gekomen en toen de kavot op de enige juiste manier heeft gebracht, namelijk kavot had Torah, de eer voor Torah en de eer dus voor HaKadosh Baruch Hu. Dus de Jud, de kavot van Kayin, is door middel van Jitro, er wordt gebracht ook dat Jitro was een Gilgul, was een van de reïncarnaties van Kayin, is daarmee, is daarmee gecorrigeerd. De kavot die Kayin had alleen voor zichzelf, is via Jitro, die eerst ook de kavot helemaal verkeerd heeft gebruikt, onder invloed van Kodesh Baruch Hu, Matan Torah van Moshe, is die rechtgezet, het eerste van Jakub. De tweede letter is de Kuf. De Kuf, voor de hand liggend natuurlijk, Korach. Korach, dat is de kinne, de jaloezie. Korach was jaloers. Hij was een dusdanig... De jaloezie kan iemand zo opvreten dat, dat hij werkelijk ook rationeel volkomen verkeerde keuzes maakt. Er is een ongelooflijk woord in dit verband van de Arizal. In het 17e hoofdstuk van de Tarei Kedusha. Moet je even luisteren, dit is een ongelooflijk woord. De Arizal die brengt een uniek woord. Wat volkomen ingaat tegen alle beelden die we altijd hebben gehad van de hiërarchie in de Beit HaMikdash. Het is een bekend woord van de Arizal, hij wordt ook regelmatig geciteerd. Dit. Hij zegt, wij denken altijd, ik ook hoor, de hoogste persoon in de Beit HaMikdash, in de tempel, was het Kohen Gadol, de hoge priester. Nou, met alle respect voor de Kohanim in onze wereld. Inderdaad, die was heel hoog en de Kohanim had een hogere plek. Maar de Arizal die brengt, er was één taak nog verhevener. En die taak, dat was het zingen. Er is niets hogers dan muziek en zingen. Dat brengt boven deze wereld. En wie zong er? De Benei Levi, de Levim, Korach. Zijn zoons zingen nog steeds in het Gehennem, in het hoogste plaats van het Gehennem wordt geleden in de Gemara. Dat is een ander verhaal, want er komt misschien nog als er tijd is. Maar Korach en de Levim, die hadden een hogere taak nog dan Aaron, dan de hoge priester, dan de Kohanim. We hebben wel eens eerder over gehad, en ik ben best bereid om nog een keer daar een zondagochtend aan te wijden, maar dat muziek en zingen, dat brengt, verheft iemand van deze wereld, en dat is zoiets hoogs. Gaat boven de ratio, dat gaat boven het verstand, dat is
ongelooflijk vele voorbeelden zijn ervan te noemen, hoe het zingen of de muziek werkelijk iemand tot dichter bij Cory Booker kan brengen dan wat dan ook. Dus was het niet, Rafla Gem Benay Levi, zegt Moshe, was het dan niet genoeg voor de Benay Levi? En voor deze zonen van de Levi, hè, dat ze konden zingen. Dat is toch gaaf, dat is zoveel. Dat is nog veel meer dan al het andere. Kinne, de jaloezie, heeft dat verstoord. Als je jaloers bent, afgunst. Het is niet zo dat je zelf wil hebben, je gunt het de ander niet. Je gunt het de ander niet dat hij een bepaald iets heeft. Ik heb een keer meegemaakt in mijn pastorale werk. Het is echt letterlijk meegemaakt. Dat door bepaalde omstandigheden had meneer A echt een bloedhekel aan meneer B. En op een gegeven moment, meneer A had een prachtige auto. Prachtig, schitterende auto. Van echt niet van een prijsklasse waar de meeste ons van kunnen dromen. En meneer B, hij was niet arm, maar was zeker niet heel erg rijk. En die had een gewoon autootje gekocht. Een middenklasse. Een kleinere, eenvoudige middenklasse. Op een gegeven moment. Meneer A was zo, dit is werkelijk waar, echt gebeurd. Die was zo afgunstig dat meneer B, die hem ooit eens een rotstreek had gedaan, zoals hij dat zei. Later bleek dat nogal genuanceerder te liggen. Dat hij het geld had gehad om zo'n auto te kopen. Hij gunde hem die auto niet. Dus die heeft letterlijk twee vriendjes van hem tegen betaling de banden laten doorprikken van de auto van meneer B. Volkomen irrationeel. Volkomen waanzinnig. Meneer A heeft alles wat zijn hart wil. Meneer B helemaal niet. Maar hij was niet echt arm, maar toch. Hij, de afgunst van dat autootje, hij kon het niet verdragen. Hij kon het niet verdragen dat meneer B dat had. Dat stak hem. Afgunst, jaloezie, dan verlies je verstand daarbij. Dan verlies je de normen en waarden die erbij staan. De redelijkheid, de balans. Het brengt je helemaal naar de afgrond. En dat is, hè, dat heeft je ook later, dat moeten bekopen. Haar. Op een gegeven moment hebben die vriendjes op een manier hebben dat verteld. En het is een zaak van justitie geworden. En meneer A, die heeft niet alleen een boete gekregen, heeft ook civiel behoorlijk meneer B moeten tegemoetkomen, op z'n zachtst gezegd. Oké, dat is een andere zaak geweest. Dat was Korach. Hè? Korach was jaloers, terwijl hij geen één reden had om jaloers te zijn. Het was compleet in strijd met zijn eigen verlangen om dicht bij Kodesh Boru te zijn, want dat had hij natuurlijk. En daarom, Moshe, waarom was hij boos op Korach? Hij was boos op het concept van Kayin. Het concept van Kayin, waarvan één deel via Jitro al weg was, dat moest nu, ook op dit deel, mocht niet meer bestaan. En omdat Korach een man van de aarde was, wist Moshe, wat je verkeerd doet, daarmee word je gestraft. Hij heeft als Kayin de hele aarde opgeëist. En dat was nog steeds zo. Hij eiste alles op. Constant eiste hij alles. Hij was nooit tevreden met een gedeelte. Hij eiste alles in zijn geheel. En daarom zei Moshe, laat de grond open. Want dat eist hij. Hij eist de aarde. Laat hem dan de aarde krijgen. En dan daarna zand erover. Dat heet grondig aangepakt. Maar dit was dus de verklaring van nou, niet aardig. Dit was dus de verklaring van waarom Moshe zo heeft gereageerd. Niet vergevingsgezind. Nee, want er moest hier iets worden goed gemaakt. Jakum. En wat is die mem dan van Jakum? Die mem, dat was de tawa. Dat was de tawa, dat was de begeerte. Namelijk de mem van Mitzri. Er komt er voor, ook in Shemot, komt voor over de Mitzri, de Egyptenaar. Die een Joodse vrouw wilde roven van haar man. En die door Moshe toen is gedood. Die is door Moshe gedood.
die Mem van Mitzri. Op die manier was de Ta'ava ook gecorrigeerd. Want die Mitzri was ook een reïncarnatie van Kain. En interessant, Moshe was een reïncarnatie van Hevel. Dus Hevel heeft Kain gedood bij het doden van die Mitzri. Maar hoe heeft Hevel Kain gedood? Niet met een stok, niet met zijn vuisten, maar met een uitspreken van de naam van de Kodesh Baruch Hu. Daarmee kan je iemand doden. En het woord Hevel betekent letterlijk een hele korte ademtocht. Hele korte, heel snel. Zo heel snel. Iets wat je met je adem doet. Dus Hevel heeft gedood met het uitspreken van een woord. In dit geval de naam van de Kodesh Baruch Hu. Dat was dat Hevel dat heeft gedaan. Moshe, de letters Moshe zijn dan ook de mem van Moshe, de sien van Set. Set is de zoon die werd geboren bij Adam en Gava, waar we allemaal van afstammen, want Hevel was gedood en Kain, zijn land, dat is allemaal verloren gegaan, en de he van Hevel. Hier zie je hoe alles weer in elkaar grijpt, maar het mooiste komt nog. Het mooiste, ik zou zeggen, maak jullie veiligheidsriemen vast. Er is een hele bekende midrash die zegt dat als Kain gecorrigeerd is, Kain, dus als Kinne, Tava en Kavot gecorrigeerd zijn, die eigenschappen, die staan alle drie, wanneer ze niet gecorrigeerd zijn, in de weg voor de herbouw van Jeruzalem, Irakoides, van Jeruzalem, van Jeruzalem. Juist, want Jeruzalem is de stad van vrede. Er kan geen vrede zijn. Ik ben er straks begonnen met te zeggen over gevers en nemers. Nemers per definitie hebben nooit vrede. Want ze willen altijd nemen, ze zijn nooit tevreden. Nemen, alles moet worden genomen. Vrede willen ze ook nemen, hun beeld van vrede. Gevers is veel wat anders. Als wij zeggen, iedereen kent het liedje, maar aan het einde van de kaddish wordt het gezegd en op vele andere gelegenheden ook. Otse shalom bim romaf, hoe ja, otse shalom aleinu wa al kol Israel bim hu amen. Die vrede maakt in de hoge regionen, die zal vrede maken ook hier, deze wereld. Maar wat wordt bedoeld met de hoge regionen? Wat moeten we ons voorstellen met vrede daarboven? Er wordt toch eens gezegd, alles is min als Shemaim. Pas geleden heb ik nog tegen een Tanne Kala gezegd van ja, er wordt er altijd gezegd, de huwelijk wordt gemaakt in de hemel. Maar dat zegt ook niet alles, want donder en bliksem wordt er ook gemaakt. Maar wat moet ons voorstellen dat in de hemel, dat hij daar vrede maakt? En wat heeft dat te maken met de vrede die wij op deze wereld maken? Hemel is Shamayim. Dat is een samentrekking van ijs en mayim, vuur en water. Vuur en water kunnen niet met elkaar. Kunnen niet. In de hemel wel. Kodesh Baruch Hu heeft het zo gemaakt dat ijs en water allebei kunnen bestaan, samen kunnen bestaan. Dat is daar. Hier op deze wereld is het onze taak om al de tegenstellingen, al de tegenstrijdigheden, alles wat eigenlijk niet met elkaar kan, om dat toch een plaats te geven in ons leven, waardoor het wel samen kan bestaan. En wat heeft dat dan met Jeruzalem te maken? Jeruzalem als stad van vrede. Wat is dat? Jeruzalem moet het voorbeeld zijn voor de hele wereld, waarin inderdaad die tegenstellingen kunnen bestaan. En hoe? Kina, jaloezie, moet niet worden vernietigd. Moet ten goede worden gebruikt. Kinesofrim, Marbi Torah, zeggen onze geleerden. Als je jaloers bent op Sofrim, op onze geleerden, dan vermeerdert dat de Torah en ook de vrede. Want er is een jaloezie die fantastisch is. Ik zou willen zeggen, ik hoop dat iedereen jaloers is op mensen die nog meer goede daden doen. Die nog meer mitzvot doen, die nog meer Torah leren. En dat hen dat dan stimuleert om daarom ook meer dingen te doen. Misschien wat meer tzedaka te geven. Ik heb ooit eens letterlijk iemand horen zeggen. Ik ben zo jaloers op die persoon. Die is altijd zo ontzettend liefdevol voor iedereen. Er zijn een ander tegen. Maar ik was het niet. Er zijn een ander tegen de persoon. Van nou, wat houd je tegen? En inderdaad, die persoon heeft eraan gewerkt.
En is een grote balen geestelijk geworden. Grote verbreiden van inderdaad zorg en zorgzaamheid. Dat is, en jaloezie kan een fantastische eigenschap zijn. Sterker nog, het kan de drive zijn en de motivatie voor geweldige dingen. Als het goede is gericht. Anders is het voor vernietiging. Dan begeerte. Tawa. Nou, ik hoef niet te vertellen over de negatieve kanten van begeerte. De negatieve kanten van begeerte. Ik heb vrijdag een week geleden had ik een interview voor de VPRO-televisie. Wordt op 5 augustus uitgezonden. En dat ging over, dat het is een serie documentaires over allerlei religieuze opvoedingen en onderwijsinstellingen. He, er is één documentaire gewijd aan het islam en één aan protestantisme en katholicisme. En ook één aan onze levensstijl, onze levenswijze, het jodendom. En de interviewster, die op een gegeven moment, het interview was op het Geidig in Amsterdam, een orthodox-joodse school. En de interviewster die begon op een gegeven moment over, natuurlijk over seksualiteit en begeerte en dergelijke. En dan vroeg ze, is het waar dat jullie bepaalde biologieboeken niet op jullie school willen hebben? Ik zeg, jawel, dat klopt. En toen vroeg ze, waarom? En ik zeg, omdat er dingen in staan die compleet tegen onze normen en waarden in zijn. Toen zegt ze, mag ik een voorbeeld nemen? Ik heb hier een biologieboek bij me. En dan wil ik eens weten, wat is daar nou in strijd met uw normen en waarden? En ze sloeg het open op een bladzijde die ging over seksualiteit. En wat stond daar? Dat seksualiteit is een lust. Hij heeft lustgevoelens. En dat stond daar uitgevoerd vermeld. We zeggen, kijk. Het gaat er niet alleen om wat er staat. Het gaat er gewoon om wat er niet staat. In de Joodse levenswijze, in onze traditie, is elke vorm van begeerte, lust, maar ook seksualiteit, een onderdeel van liefde. Ondergeschikt daaraan. Ondergeschikt, weet u wat u anders krijgt? Anders krijg je dat de vrouw een lustobject is. En dat wil u toch niet? Of dat de huwelijk alleen maar gebaseerd is op begeerte. Dan is het vroeg laat, nee, vaker vroeger dan laat, afgelopen. Als het een onderdeel is van liefde, en liefde is geven, en jezelf geven, en liefde is het dienen, en dan heb je een heel ander verhaal. Daarom keren wij ons ontzettend tegen deze, wat hier in het biologieboek staat. Want we bevordert alleen maar een samenleving waarbij men op een manier naar een ander kijkt, alleen maar met begeerte en lust. En toen heb ik haar gerefereerd en ik vond het mooi, interessant te weten dat ze daarvan had gehoord. En later heeft de productiemanager heeft nog gebeld, had nagekeken op Google en het teruggevonden. Dus op een gegeven moment is er een standaardwerk voor bedrijfsmanagement is er verschenen, geschreven door een vrouw. En die wijdt een heel groot stuk daarvan. Wijdt ze aan dat op heel veel werkplekken vrouwen in de eerste plaats worden bekeken als vrouw. Als lustobject. En of ze charmant zijn en of ze er aantrekkelijk uitzien en alles. En zij schrijft daarin zelf. Ze heeft tientallen bedrijven heeft ze gewerkt en stage gelopen en onderzocht. Ze zegt, er was één bedrijf in Londen, zegt ze. Er werkte alleen maar orthodoxe Joden. En ik was de enige niet-Joodse persoon, maar ik was niet de enige vrouw. En ze zegt, ik weet dat ik een hele aantrekkelijke vrouw ben, dat weet ik. En ik heb het ook met vrouwen gesproken die daar waren, die daar werkten. En die bevestigden het beeld daarvan. Ze zegt, het was het enige bedrijf waar iedereen, en met name de orthodoxe mannen, mij keken en mij benaderden als mens. Nooit als vrouw. Zo heb ik haar uitgelegd. De plaats van begeerte. Zonder begeerte kunnen we niet leven. Maar het is altijd ondergeschikt. Als we begeerte onderdrukken, wordt de begeerte alleen maar erger. Je maakt het ondergeschikt onder controle van liefde. Onder controle van de waarden die onze liefde nog veel meer nodig hebben. Als die drie dingen, kinna, tawa en kavot, ook de eerzucht, we hebben het over alle drie gehad, uitvoerig nu gehad, dan is dat de basis voor Jerusalem. En heel interessant komt de menorah daarmee, als je de getalswaarde neemt van kinna, tawa
En kavod is precies de getalswaarde van Yerushalayim. Dan zie je hoe alles weer in elkaar grijpt. Hoe alles een verband met elkaar heeft. Hoe er nooit iets, echt niks voor niets zomaar is. Uiteindelijk komt alles van boven. En alles heeft een verborgen boodschap. En als we die onthullen dan, en implementeren in ons leven, dan heeft ons leven ook een leven van zo'n Kodesh Baruch Hu, als God dat wil. En dan wordt die Kain inderdaad geneutraliseerd en ten goede gerecht. Want waarom moest Kain zo nodig worden gewroken? Waarom moest het worden rechtgezet? Waarom moest Kain zo nodig via reïncarnaties kennelijk toch weer een plaats krijgen in ons leven, maar gecorrigeerd? Omdat de geliefde van de Kodesh Baruch Hu is zo oneindig. Dat geen één persoon in die ooit heeft geleefd of wat dan ook, die wordt als verloren beschouwd. Iedereen krijgt altijd weer een herkansing om uiteindelijk dat heel te maken wat gebroken is in het verleden. Daarom, dat is ook de achtergrond, dat als bij een goppe, een van de achtergrond, zijn meerdere verklaringen, een van de achtergrond een glas wordt gebroken. Bij een goppe, een Joods huwelijk, dat is een Yom Kippur voor de man en de vrouw. En er bestaat niet dat ze geen dingen verkeerd hebben gedaan. Iedereen maakt dingen verkeerd. Dat is het gebroken glas. Het glas wordt gebroken. En de taak van het huwelijk, de taak van de relatie is om het te helen. En net als in de hemel water en vuur samen kunnen gaan, man en vrouw zijn ook tegengesteld. Van nature is het dat naar de normen en waarden, zoals wij die dan kennen en door van boven gegeven, dat die normen en waarden inderdaad worden geheeld en daarmee die levenswijze tot stand komt. En dat is Yakum. En dat is de Moshe, de Mem, Shin He. Dat is de correctie, dat is de tikkun, dat is het heel maken van wat gebroken was en wat gebroken is. En zo zien we ook bij zo'n geschiedenis van Korach hoe dat tot werkelijkheid kwam. Ik moet even kijken, ik heb nog een paar minuten, dan wil ik die paar minuten nog even besteden aan een aspect van Kain en Hevel, en dan moet ik even vragen, Paul, als het 2 of 3 minuten uitloopt, is dat een erg? Oh, nee, antwoord niet. Nou, ik merk het wel, als het wordt afgesloten, dan hoor ik het wel en dan kan ik even de volgende keer verder gaan. Dat kan 2, 3 minuten uitlopen. Ik wil nog even een heel verbrengen. Ik heb het al eens eerder gebracht, niet in deze Zoom-shiwe, maar wel is op een zondagochtendles, jaren geleden. En het staat ergens ook, volgens mij, opgenomen. Maar het is, ik vind het zo, iemand herinnert me er pas geleden nog aan, het is zo ongelooflijk frappant, frappante vraag en antwoord en inzicht in de handelswijze, ook van de Kodesh Baruch Hu. Ik ontmoet een keer in de trein een vroegere buurjongen van mij. En die buurjongen, ik was zelf toen 28 jaar. En die buurjongen was ook 28, 29, waren even oud. Komen ze bij daar. Waren buurjongens, allebei altijd gevoetbald op straat. Allebei uit Rotterdam. En die buurjongen zijn, die kwam uit een heel erg overtuigd communistisch gezin. Zijn vader en moeder waren allemaal CPN'ers, Communistische Partij Nederland. Heel fanatiek, ook bij de verkiezingen altijd die posters. De flyer er ook en alles. Ze waren hele overtuigde communisten. Ze hadden jaren later hebben ze allebei die Yad Vashem onderscheiding gekregen. De man kostuum trouwens. En omdat ze in het oorlog heel veel Joden hebben gered. Ze hebben onderduikers gehad. Ze hebben onder de Joodse, even Joden onderduikers bezorgd. Ze hebben in verzet gezeten en alles. Ik weet dat toen die buurman is overleden, dat ook de opperrabijn van Rotterdam is naar de begrafenis gekomen. Als eer, want het was een bekende verzetstrijder geweest. Goed, zijn zoon, die in de trein kreeg, kwam een oud maatje van mij, maar we hadden elkaar jaren en jaren niet ontmoet. Die was in de voetsporen van zijn vader getreden, maar nog wat opstandiger. Want die was in een soort van de NVV, ja, toen de Nederlandse Verbond van Vakverenigingen, voorloper van de FNV. En er was een vakbond van afgescheiden in de Rotterdamse haven. Die vond namelijk de vakbond gematigd. En het was een anarchistische vakbond.
een extreem linkse vakbond die heel veel acties, spontane acties op touw zette, heel veel de arbeiders daar in beroering bracht. En ze waren gehaat door werkgevers natuurlijk, maar ze waren heel populair bij een ander segment van de bevolking. En wij raakten met elkaar in gesprek en deze Frans heette die. Ik weet nog geen eens of hij nog leeft, maar hij heette Frans. En hij kwam regelmatig toen al voor de radio vanwege die acties. Hij was een van de actieleiders. En ik weet dat hij, al weet ik van mijn jeugd, dat hij wist dat we Joden waren. En hij had nooit iets, niets, 0,0 iets gezegd tegen Joden of Jodendom, wat dan ook. Maar hij was ontzettend antireligieus. Toen was hij opgevoed, overtuigd atheïst, wilde niets met godsdienst te maken hebben. En we zaten tegenover elkaar in de trein. En hij zag natuurlijk met mijn keppel en alles. En toen zegt hij, ja, mag ik je nou eens een vraag stellen? Maar hij zegt, ik ben niet veranderd sinds we elkaar de laatste keer ontmoet. Ik ben een even, letterlijk, ik hoorde hem nog zeggen, ik ben nog even hetzelfde rotjong, zei hij. Goed, dan zeg ik, kom maar op. Hij zegt, die Bijbel van jullie. Dat is toch, dat is toch een teringboek, zeg ik. En waarom? Hij zegt, kijk eens naar Kaïn en Abel. Die Kaïn die brengt een offer. Dat wordt door die hoge pief daar niet geaccepteerd. Die Abel, in plaats van dat hij tegen die hoge pief zegt, je krijgt mijn offer ook niet als je het eerst van mijn broer accepteert. In plaats daarvan, als een geniepige hyena sluipmoordenaar gaat hij achter de rug van Kaïn om, gaat hij dat offer brengen. Is dat solidariteit? Je sprak dus duidelijk iemand van een afgescheiden vakbeweging. Iemand die heel links dacht, heel in termen van solidariteit, van eensgezindheid, van vechten voor je rechten. Dus hij vroeg mij heel duidelijk, wie is nou de goeie en de kwade? Hij zegt, ik vind die Abel de kwade. Die heeft zijn broer zomaar in de steek gelaten. Die is er met de buit vandoor gegaan. En maar slijmen met die hoge daar, zoals hij dat zei. Waarom is die niet gezegd, je krijgt alleen maar een offer van mij als je het ook van mijn boer aanneemt? Dan hadden we tenminste solidariteit gehad. Op dat moment had ik geen antwoord voor. Ik heb hem nooit een antwoord kunnen geven. Hij had met de telefoon nog geen adres. Ik ben pas 14 jaar later, ik heb vele mensen het gevraagd. Niemand kon me een antwoord geven. Pas in 1992. Toen ik in Middelburg bij iemand op bezoek was, die hele hoop Judaica had. Hij leeft nog, maar hij woont nu niet meer in Middelburg. En daar vond ik een cijfer. En ik sloeg dat open. En het was de Binyan el-Yokim, een heel beroemd cijfer. Ik had dat wel eens een paar keer gezien, maar heel weinig. Heel voorzichtig sloeg ik het open. En ik sloeg het open op de plek waar die vraag werd gesteld. Die vraag werd gesteld van waarom heeft Hevel, Abel, dus niet gepleit voor zijn broer? En weet u wat het antwoord was? Ongelooflijk. Het was een citaat, een antwoord van een leerling van de Arizal, Rav Chaim Vital, ook een grote kabbalist. Ik heb het niet bij Rav Chaim Vital, ging alleen toen hij dat doet. En het antwoord was, als Hevel geweigerd had een korban te brengen, het offer te brengen, als Hevel tegen Kodesh Baruch Hu, tegen God had gezegd, ik wil dat u het van mijn broer eerst aanneemt, dan had Kodesh Baruch Hu onmiddellijk de beide broers in het paradijs teruggezet, was het paradijs op deze wereld gekomen. Dus die oude buurjongen van mij, die atheïstische vakbondsleider, had gelijk. Er was ook een einde geweest aan jaloezie, aan begeerte, aan eerzucht en alles. Nou, ik denk dat dit wel wordt voor als u het nog niet heeft gehoord, de moeite waard was om eventueel dat we nog misschien 2 minuten langer zijn doorgegaan. En als u het wel al heeft gehoord. Je hebt het helemaal niet over tijd hoor. Nog niet, nee? Nee. Nou, daar ben je nog iets voor. Oké, in ieder geval. Dank jullie van harte. Volgende week is er gewoon een shiur. Blinedim Yetrashim. Over 2 weken niet. Zeker niet. Maar de